Het is eigenlijk net als bij de strandtenten deze zomer in de Biesbos. Ja, gewoon een hartstikke goed jaar. Ondernemers die profiteren natuurlijk van het hele mooie zomerweer. En ja, die springen daar creatief op in met de verhuurvloot. Net zagen we bootjes, Bootje Gezond. Prachtig bedrijf, elektrisch aangedreven vaartuigen die mensen kunnen huren om de Biesbos in te gaan. Maar ook grote rondvaartboten, ja, die wat massaler zijn. Die grote groepen toch in een korte tijd een indruk willen geven van het gebied. En ja, zo zijn er eigenlijk tientallen ondernemers ook hier om die Biesbos heen die hun boterham eigenlijk hier in het water van de Biesbos verdienen. En ja, daaruit blijkt ook wel dat die Biesbos niet alleen van ecologische waarde is, maar ja, eigenlijk ook van economische waarde. Doordat het zo mooi is, ja, is het echt wat waard. De mensen die kunnen hier inderdaad geld verdienen door hun bedrijf te starten, om mensen, toeristen zeg maar, hier in het gebied te bedienen eigenlijk. En het is heel veel vraag en aanbod, zeg maar, wat er ook gebeurt. De laatste tijd zie je bijvoorbeeld veel natuurgerelateerde ondernemers erbij komen. Denk aan workshops voor natuurfotografen, rondleidingen specifiek gericht op het zien van de zeearend of een bever. Want ja, het zijn toch wel diersoorten die heel erg aantrekken.